Hoi, leuk dat je kijkt naar deze derde Vlogmas video en de eerste Adventszondag. Ik heb weer een hele stapel met cadeautjes voor me liggen. Waaronder ook natuurlijk die weer van Dennis. Dus die komt er zo direct ook weer eventjes bij om ook zijn cadeautje uit te pakken. En ik mag mijn eerste strengetjes gaan uitpakken van de adventkalender van Vol met Verven. Dus heel nieuwsgierig. Dat gaat echt wel weer heel erg mooi worden volgens mij. En we hadden nog wat extraatjes liggen ook. Dus we gaan alles weer eventjes laten zien. Maar eerst weer eventjes mijn fles vullen. Met de kleine waterdropkalender. Nummertje 3. Dus even kijken. Daar hebben we Flair. Ik weet zo eventjes niet meer welke smaak het precies is. Wel een bekende smaak, heb ik vaker gedronken. We gaan het gewoon oplossen. En dan heb ik straks weer lekker wat te drinken tijdens het haken. Want ook dat ga ik vandaag uiteraard weer doen. Waar gaan we beginnen? We hebben een lekkere speculaaspop gekregen. Van de schoonouders stond erin. Jouw ouders. Niet mijn schoonouders. Nee, jouw ouders. Lekkere speculaaspop. Oh, hij is gebroken. We moeten hem terugbrengen. En, ja, dat is ook een traditie bij ons. Allebei een decemberkalender kraslot. Die is voor jou, deze voor mij. Dus dan kunnen we elke dag weer lekker gaan krassen. Ja, voor de haard. Ja. Zo, er tegenaan. En toen ging ik hem aanzetten. En ja, we hoeven natuurlijk niet afgefikt speculaas te hebben. Nee. Of de... Leuk, dus die ga ik later eventjes krassen. Gaan we verder cadeautjes uitpakken. Dat is echt traditie bij ons natuurlijk. Dat, de decemberkalender doen we elk jaar. Laat hem even zien hoe je eruit ziet. Dat is goed. Ga ik alvast mijn huisje van de Rituals kalender uitpakken. Het is een adventszondag, dus traditioneel zit daar ook een geurkaarsje in. Ja. Zou je toch winnen, die 100.000? Ja, maar je steunt even goed. Heel veel goede doelen. Heel veel goede doelen als je die krast. Maar inderdaad, het is een traditie. Die koop ze eigenlijk ieder jaar. En dan hangen we ze op. En dan krassen. En dan, we doen het eigenlijk niet. Dan zijn er een paar dagen voorbij en dan doen we eventjes zoiets. Ja, we zitten natuurlijk nu op dag 3. Dus we kunnen 1, 2 en 3 straks ook gaan krassen. Ja. Leuk. En een 5 december is dan een extra spelletje. Ja. En eerste en tweede kerstdag is ook een extra spel, geloof ik. En... Ja, eerste, tweede kerstdag en dan oudjaarsdag. Ja, zo je hebt er nog extra. Benieuwd. Ja. En dan moet je achteraan gaan aankruisen. Ja, de symbolen. En die symbolen die staan daar uiteindelijk weer voor een prijs. Ja. Mits je genoeg hebt natuurlijk, hè? Ja, vaak is vaak genoeg gebeurt wat... Dus hebben we er net weer eentje tekort. Klopt. Maar het gaat om de spanning, hè? Dat is leuk. Van, cool, ja. Komt hij daar. Oké. Okay. Kijk. Mijn Rituals geurkaarsje, de Oris Mimosa. Het ruikt een beetje fruity. Dat is flair, heet hij. Deze ruikt ook een beetje fruity. Hij flairt wel een beetje door mijn neus heen, inderdaad. Deze is lekker. Wat hebben we? Geurkaarsje van Rituals. Oris Mimosa, maar het ruikt ook een beetje fruity. Fruity, tutti fruity. Ja, ik vind het ook een beetje naar... Lekkere frisse was ruiken. Ja, gewassen. Lekker. Fresh cotton had het kunnen heten of zo. Mm. Mijn adventkalender van Waterdrop. Eens kijken wat daarin zit. Oh. Een dop. Voor op een water... Dropfles. Waterdropfles. Ja. Oké. Okay. Heb ik zomaar weer het vermoeden dat er dit jaar ook weer een fles in gaat zitten? Waar deze dop op kan ook. Zou je denken? Want het is weer een speciaal soort dop. Het is niet een standaard drinkdop, dus... Nou ja, die doos is zwaar genoeg voor. Ja, vorig jaar zat er ook een fles in, dus benieuwd of die er dit jaar ook weer in zit. Dus daar is die. Maar jij gaat even voorproeven. Ja, ik kijk even of hij lekker mousseert ook. Ah ja, goed hoor.
Hij rolt wel lekker over de tong, denk ik, hoor, deze. Ja. Oh, dat moet je uitkwatten eigenlijk, hè, Pam? Nee, dat gaat niet. Maar? Ik vind het een beetje, ook nu ineens, dan denk ik, dubbel drank vind ik het een beetje naar ruiken. Oké, kom. Ja, ruik nu. Oké, denk dubbel drank. Ruik. Ja. Zie je? Het is mimosa. Beetje, oh nee, niet mimosa was het. De rooibessensmaak geur, zeg maar. Frambozen. Oh, hij is nog niet helemaal opgelost. Nee. Hij moet nog even door. Oké. Jij uitpakken. Heb je een lekker snoepje ook? Een Milka snoepje. Een Milka snoepje. Toffee gansnus of zoiets. Toffee? Ja, iets met toffee dan. Toffee kan snoes. Ja. Kan in je snoes. Toffee walnoot. Ja, dat is gewoon walnoot. Toffee walnoot. Oh, en dan walnoot heet ook dan kan snoes. Is misschien een halve. Ja, dat is een andere taal. Ja. Want je hebt hier ook nog wat karamel en noisette. Noisette. Dat is gewoon karamel met walnootjes. Oeh. Een kerstman in de split. Ja. Met een 1. Dat is dus de eerste advent. Ja. Ik denk, ik heb een adventkalender met adventzondagkaarsjes. Dat moet bij jou natuurlijk ook in dan. Het is wel een hele lenige kerstman dit. En we hebben zo'n leuk mooi ding op tafel staan. Ik denk, dat past hij natuurlijk dan misschien ook nog wel mooi in. Dan heb jij ook een adventzondag kaars. Nee, die past daar niet in. Dat is te breed, denk ik. Oké. Nee, want daar kunnen vaccinelichtjes in. Dit is groter dan een vaccinelichtje. Maar hij is ook geribbeld en glitters. Leuk, hè? Leuk. Ja. Ja, dus heb jij ook een adventkaars. Ja, we gaan jou de fik insteken, kerstman. Maar nog niet. Nee. Nou, dat mag wel, want het is adventzondag. Oh ja, het is advent. Nee, ja, ja. Ja. Adventzondag brand je een kaars. Ja. Dus we hebben er twee. Ja, we hebben zoveel kaarsen, dus misschien eventjes een ander kaarsje branden. Goed. Heb je deze al? Oh, dit is hier een kaarsje van Rituals. Ja, dit is de waterdrop. Ja. Ga ik mijn strenge uitpakken van Wol met verven. Mag er twee uitpakken. Want het is de X. Die mag je op de eerste zondag uitpakken samen met de 1. Is dat deze, die andere? Ja. Hier staat op 1. Oh, dat staat hier. Nee, Arabian Nights, maar dat is alles. De dus. Samenstelling zeg maar. Oh ja, oké. Het is dus een Ficus DK garen. 100% superwas merino. 115 gram, 230 meter op een streng. Geschikt voor een naald 4, 4,5. Dat is bij die net zo. Ja. Zo. Er zit niks in. Oh, gaaf. Er zit ook paars in. Ja. Oh, het is paars dus. Ja, dit is paars. Ik zou zeggen roos. Maar het is dus paars. Ja, nou is het heel donker roos dan hoor. Mooi. Dus dat wat dikkere garen. Maar hier zitten ook wat strengeltjes ook nog. Spikkels ja. Die dat. Ja, maar ook een beetje die kleur komt een klein beetje. Ja. Met heel veel donker er ook in. Dat is wel heel mooi. Nou, bij dit pakket was ook dus een patroon meegeleverd. Voor een sjaal. Mm-hmm. Maar dat patroon was in zwart-wit. Ik heb hem ergens liggen. Ik zal hem er even bij zoeken. Zal ik hem aan het eind van de video even laten zien het patroon. Maar dan ga je dus met 5 strengen kun je dus gaan draaien. Mooie kleurtjes. Dan. Die voor jou.
nummertje 3 van de Foxy Fiber kalender. Oh, dat is ook weer mooi. Mooi met pastelkleurtjes erin. Mooie pastelkleurtjes. Help. Blauw, geel, groen. Ja, van alles. Roos. Geel, groenig, blauwig. Complete snoepwinkel. Ja, alles, van alles, ja. Leuk. En met spikkeltjes erin. Leuk. Zijn we met de solid kleur gestart en we hebben gewoon nu lekker meer kleurige stickertjes. Superleuk. Spikkel, spikkel. Wat is dit? Dat is mijn Karus Atelier. Oh, dat is de volgende voor je project? Ja. Heb je die andere projecten al af, die je hebt al geopend? Ja, dat laat ik elke keer aan het eind. Nee. Het zijn allemaal stickertje heel houden. Oh. Oeps. Waarom moet het stickertje heel? Dat is een tik van mij, dat wil ik gewoon. Ja, en dan natuurlijk ook weer het patroontje van dag 3, waarin we weer gaan haken. Ook weer lapjes. Het leuke is, we gaan dus nu 2 verschillende lapjes haken. Gewoon ook weer de Granny Square. Met erbij een ander patroontje. Een ander lapje. Dus dat is heel leuk. Oehoe. Een River Washed. Weer een ander kleurtje. Oh, dat is ook weer heel mooi. Het is allemaal wel een beetje toevallig, een beetje... Ja, het matcht allemaal goed met elkaar. Een beetje, die ook. Dus ja. Is het kleur ook een beetje... Ja, maar die moet je niet met deze matchen, hè? Nee. Moet je met wat hier in de bak zit matchen. Ja, een mooi bolletje weer. River Washed. Leuk. Ja. Maar welke rivier gebruiken ze daarvoor? De Yara. De Yara rivier. Okay. Ja. Mooi. Zeg, die sticker is heel, maar gaat wel weg. Nu scheur je hem doormidden. Gewoon even zo. Ik ga zo direct weer even een overzichtsfoto maken van alle cadeautjes bij elkaar. Dus ja, dat zijn de cadeautjes voor deze allereerste advent zondag. Zo, het huiswerk is weer klaar. Haakt er weer heerlijk weg. Met als resultaat weer 3 lapjes. Weer 1 Granny Square volledig in de nieuwe kleur van vandaag. Een Granny Square in verschillende kleurtjes. En een lapje in een nieuw patroontje. Wat ook echt heel leuk weghaakt. Wat ook weer een heel leuk effect geeft. Dus het is niet alleen maar de traditionele Granny Square die we gaan haken. Er komen dus ook andere patroontjes in. En dat maakt het wel echt heel erg leuk. Dus dat is weer klaar. Ik ga het weer opbergen
in mijn bak. En zo groeit de stapel met Granny's lekker. Zo, bolletjes er weer in. Dan kunnen de dames er niet mee aan de haal. Want geloof me, ze vinden het echt fantastisch om met bolletjes aan de gang te gaan. Ik moet ze echt heel goed in de smiezen houden. Dus die zijn weer veilig opgeborgen. En ik zou jullie ook nog eventjes het patroontje laten zien van wol met verven. Wat er bij de strengen is geleverd. En dat is dit patroon. Het patroon is op Ravelry ook gewoon los verkrijgbaar voor als je hem eventueel wilt kopen. Maar wij als kopers van adventkalenders bij Wol met Verven hebben een code gekregen waarmee we dus via Ravelry het patroon gratis konden gaan downloaden. Dus dat is wel echt heel erg leuk. Dit is dus de Winter Days Wrap. En dat is een grote sjaal. En deze is dus echt speciaal ontworpen voor dus het dikke garen. Als jij dunne garen hebt of iets dergelijks, dan heb je ook inmiddels al een mailtje gekregen van Wol met Verven. Met daarin de linkjes naar dus de desbetreffende patroontjes die je dan kan gaan downloaden. Kijk, hier nog wat fotootjes erbij. Maar het is dus, wat ik zo in de gauwigheid kan zien, een asymmetrische sjaal of... Nee, ik denk dat hij gewoon vrij de punt wordt gebreid. Ja, hij wordt gewoon vanuit de punt onwijd gebreid. Ja. Maar goed, eerst de strengetjes allemaal maar verzamelen en dan... Maar eens even kijken wanneer ik de sjaal kan gaan starten. Ik heb nog genoeg andere projecten liggen, dus het is niet zo dat ik me ga vervelen. In ieder geval tijdens Vlogmas hou ik me dus natuurlijk lekker bezig met het projectje van Caro. Het is momenteel wel eventjes genoeg wat dat betreft. Dus dat is in ieder geval het patroon wat we erbij gekregen hebben. Dus ja, er staat echt wel heel erg leuk in. Het zijn verschillende technieken die er ook in voorkomen. Er stond dus ook brioche in. Dan heb ik altijd zoiets van... Oeh. Dat is een uitdaging. Dat heb ik al een keer eerder gedaan en dat ging al een aantal keren fout. Dus het is echt wel een goede uitdaging. Maar hey, uitdaging ga ik niet uit de weg. Dus ja, die volgende week zondag mag ik weer een strengetje gaan uitpakken voor bijvoorbeeld verven. Dus moeten we even een weekje afwachten. Maar morgen mag ik natuurlijk al mijn andere cadeautjes weer lekker gaan uitpakken uit alle kalenders. En die gaan jullie natuurlijk morgen ook weer zien verschijnen in het nieuwe vlogje van Vlogmas. Dus wil je die niet missen, zorg ervoor dat je dan geabonneerd bent op mijn kanaal. Klik daarvoor gratis op de abonneerknop die je hieronder vindt. Geen kosten aan verbonden. Dus klik er vooral eventjes op, daar maak je mij heel erg happy mee. Als je op de abonneerknop geklikt hebt, dan verschijnt er ook een belletje. En als je dan ook nog een lel op de bel geeft, krijg je in het vervolg ook nog eens een melding als er een nieuwe video online komt. Blijf dus onder andere van Vlogmas lekker op de hoogte als de video online gaat komen. En mocht je deze video leuk gevonden hebben, geef hem eventjes een duimpje omhoog. Want dan zit je het algoritme van YouTube aan de gang, waarmee je ook weer ervoor gaat zorgen dat meer mensen mijn kanaal gaan ontdekken. En daarmee help je dus ook mee om mijn kanaal lekker verder te laten groeien. En dan maak je mij dus helemaal happy mee. En laat ook gewoon gezellig weer eventjes een reactie achter hoe je het bijvoorbeeld vond, het vlog. Vind ik altijd leuk om te lezen. Ik ben nog steeds een beetje zoekende of dit wel de goede manier is om te gaan vloggen. Of misschien wat dingetjes gaan veranderen zo. We zitten pas op dag 3, dus er kan nog een hele hoop gaan veranderen. Dus we gaan het in ieder geval maar wel zien. Mocht je nog meer Vlogmas video's willen gaan kijken, ik volg die momenteel dus van Agnes van Dutch Wool Diva en van Binnie van Binnie's Wool. Die staan standaard nu ook gelinkt onder in de beschrijving van mijn Vlogmas video's. Dus dan kun je eventjes naar hun kanaal gaan om daar de video's te gaan bekijken. Ook erg gezellig weer. Abonneer je dan ook gelijk eventjes op hun kanaal. Mocht jij eventueel nog aanbevelingen hebben voor Vlogmas en reeksen, laat ze vooral eventjes achter in de reacties. Dan kan ik altijd eventjes gaan kijken of het misschien ook wat voor me is. En als ik het wat vind, kan ik hem natuurlijk ook weer aanbevelen voor jullie. Dus laat het ook vooral eventjes weten. En dan zeg ik voor nu in ieder geval weer dank jullie wel voor het kijken. Ik wens jullie een hele fijne avond verder. En dan zien we elkaar dus morgen weer terug in Vlogmas video 4. Dus fijne avond en tot morgen. Doeg!